Jep, het is de tijd. Jezus. Voor Subway Surfers, mijn geboorte, ja, dat is 2002, 16 januari. Zo, dit is lang geleden, jongens. I'm back to the Subway Surfers. Dat komt strakjes op je Facebook en dergelijke weer. Het belangrijkste is, we zijn weer terug. Het is weer vandaag 2 april 2020 en 1 april is voorbij. Ik ben gelukkig niet geprankt. En als jullie denken, het is lang geen 1 april meer. Het is nu ergens begin, einde april. Dat klopt, maar dit zijn. Ik heb gisteren in een van de video's verteld dat ik weet dat. Dit zijn nog 11. Ik heb nog wat video's dus klaarstaan. Dus in januari heb ik nog een paar video's opgenomen. En in 2019 had ik nog wat video's. En het kan best zijn, jongens, omdat ik gisteren een video had opgenomen. Of van de week of wanneer dan ook. Dat ik een video heb klaargemaakt. Maar dit is weer van. Dit is nu 2 april. En we zijn hier dood. Ik ben nooit goed geweest in het spel. En hier ben ik wel goed in. Maar nevertheless, jongens, ik heb gisteren eventjes in een van mijn video's teruggekeken. En dit heb ik wel vaker gedaan. Het is nu gewoon lekker 2 april 2019. Ik bedoel, 2020 bedoel ik. En we hebben nog een hele volle week te gaan. Dus echt een hele volle week. Maar hoe zou ik het zeggen? Ik heb nog heel veel video's. Van begin maart en begin januari nog heel veel video's nog op mijn telefoon staan die ik nog moet uploaden. Dus jongens, laat maar even weten welke video jullie nog willen zien. Want ik heb er echt veel klaarstaan nog. Want hoe zou ik zeggen, ik maak ook altijd noodvideo's. Dus mocht een keertje iets met me aan de hand zijn, mocht ik een dagje niet zelf geen video kunnen maken, maar dan heb ik wel wat video's gereed. Dus soort van gereserveerd kun je wel noemen, klaarstaan. En hoe zou ik het zeggen? Dat doe ik gewoon puur vanwege dat anders fout kan gaan. Dus mocht ik een keertje een dagje ziek zijn of een paar weken echt niet goed ziek, niet goed lekker in orde zijn en echt ziek. Dan enige wat ik dan moet doen als ik in mijn bed lig, mijn telefoon te pakken. Eventjes, hoe heet dat, eventjes naar de galerij gaan waar mijn video's opgeslagen staan. En dan moet ik, hoe heet dat, en dan kan ik gewoon gerust eentje pakken. Een video. En dan uploaden. Want eens kijken jongens hoe snel we dat doen aan Matty. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik Subway Surfers speel. Op je gamers. Dus, en hoe zou ik het zeggen? Ik vind het zo heerlijk. 2 april is voor mij, vind ik, echt de leukste jaar van 2020. Ik heb gewoon echt wat met in april. Dan heb ik gewoon echt iets hele. Dan heb ik gewoon altijd leuke dingen. Vind ik gewoon leuk. Ja, eigen schuld, nu kom je in de video.
Nou, gelukkig is het nog opnemen. Want dat zou een echt zuurverdiende april hier zijn. En de reden dat ik het ook heel vaak zeg is gewoon, ooit dat zullen jullie begrijpen. Omdat ik natuurlijk ook noodvideo's maak. En dit is gewoon één van mijn noodvideo's. Want mocht er ook echt een keertje met mijn hand zijn, dus ik echt een paar weken goed ziek ben. Of ik ben echt een paar weken niet thuis. En ik kan niet ergens rustig video maken. Dan heb ik altijd noodvideo's klaarstaan. Ik heb video's klaarstaan. Nog klaarstaan, zelfs nog in 2018. Ik heb ook nog video's in 2018 gemaakt. Dat was de bedoeling voor 2019. Maar die zijn nooit online gekomen. En morgen is het 3 april en overmorgen is 4 april. Oh ja, jongens, ik heb heel veel dingen gehoord met die klote corona. Want hoe zou ik zeggen, ik heb gehoord dat de corona nog eventjes door blijft gaan. Maar wel echt een beetje aan het dalen is in Nederland en in het buitenland. Is maar goed ook, want hoe zou ik zeggen, niemand houdt van de corona. En ik denk dat ik zo meteen de potje ga beëindigen en dan ga ik gewoon, hoe heet dat... Deze video, want ik maak echt kleine noodvideo's altijd. Niet echt al te lang. Meestal van 10 minuten of meestal misschien van 8 of 7 minuten. Yep, we zijn dood. Jongens, bedankt voor het kijken. Zeker weten niet te abonneren, dan zeg ik één ding. Laters.